Yo mensen, dit is Jan. Welkom bij alweer een nieuwe commentaar. Vandaag is het weer vrijdag en dat betekent weer God vrijdag. Ik heb weer een paar onderwerpjes en een gameplay. Allereerst zal ik even zeggen wat de gameplay is. Het is namelijk een 25-5 op drone met de PDW Silence lasersight, dacht ik. Of alleen lasersight. In ieder geval had ik het wapen 30 prestige, dus ik kon niet zo'n hele goede attachment. Het is een erg campy gameplay voor mij doen. Ik ben normaal echt een rusher, maar dit keer was het heel campy gewoon. Het valt best wel open dat ik gewoon heel vaak in die kamertje aan het campen ben. Op drone. De onderwerpjes die ik vandaag heb zijn er drie. En dat is namelijk de wereld vergaat. En het is vandaag vrijdag. Dat was de doemdag die de Maya kalender had. Gezegd dat dat de doemdag was. Namelijk 21 december. En dat is vandaag. Ik kijk hier gewoon even op het klokje. 21 december. En daar is ook de film 2012 op gebaseerd. Dat de hele wereld kapot gaat. Dus dat zou of vannacht of eigenlijk deze nacht moeten gebeuren. Ik heb in ieder geval nog niks meegekregen of er al iets gebeurd is. Ik heb niks meegemaakt of er iets gebeurd is. Dus het is allemaal een beetje raar. Laat even achter of je het gelooft of niet. Of de Maya kalender gelijk heeft of ze niet gelijk hebben. Of ze weer, volgens mij was het al een keer gebeurd dat ze zeggen... Oh ja, het was die dag dat ze... er was ergens, volgens mij 1000 jaar geleden al voorspeld dat ze eigenlijk toen de wereld zou vergaan. Maar daar klopte weer niks van. En waarschijnlijk klopte deze keer ook weer niet. Dus bij dit zaterdag gaan het kijken, laat het even weten. En zeg even dat het gewoon voor geen ene meter klopt. Dan, ander onderwerpje nog. Nog twee. En dat is namelijk de nuclear bom. Want die is er namelijk op Black Ops 2. En trouwens, die is er niet. Maar de callsign, in ieder geval, ik noem het de callsign, gewoon dat plaatje, is er wel van een nuclear bom. En dat is namelijk een 30 gunstreak. Ik vind het raar dat ze in één keer 30 hebben gemaakt. Misschien omdat het een mooi rond getal is. Want normaal is het 25. 5 kills extra is wel best veel hoor. Als je kijkt, dat is gewoon 1/6 deel. Dat is best groot. Verschil met Modern Warfare 2 en 3. Black Ops 1 hadden helemaal niks te maken met nuclear bomb. Nog geen één nuke. Wat ik erg jammer vond. Want dat is echt voor YouTube, mensen voor YouTube. En ook gewoon mensen die echt heel goed zijn. Ook echt een doelstelling. Een motivatie om goed te kunnen spelen op die spellen. Als je kijkt bij Black Ops 2 is het gewoon een beetje rondrennen, killen. En dan heb je uiteindelijk heel veel score streaks. En dan uiteindelijk ga je weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En je krijgt geen special streak. Dat is gewoon erg jammer dat je geen special streak krijgt. Ik zelf wil graag een keer de call sign krijgen. Ik moet dan nog wel heel even even door killen, om maar zo te zeggen. Omdat ik ben nooit iemand die echt hele goede killstreaks krijgt. Ik zit normaal rond de 5, 6. En soms als ik echt heel goed ga, dan zit ik rond de 10. Maar als ik mega goed ga, want ik heb één MOAB gehad op Modern Warfare 3. En dat was nog een heel erg lucky MOAB ook. Maar ja, het is er eentje en die telt dan dus ook. En dat was een 24 killstreak. En dat was op lockdown, dacht ik, met de P... ik ben die namen alweer vergeten. Ik ben gewoon echt die namen van Modern Warfare 3 wapens al helemaal vergeten. Dat is echt grappig. Je focust je op Black Ops 2 en dan ben je in één keer alles vergeten van Modern Warfare... Ja, niet alles, maar gewoon de wapensnamen vergeten van Modern Warfare 3. Dat is eigenlijk best wel grappig als je zo over nadenkt. En dan mijn laatste onderwerpje. We zitten nu op de helft van de video, dus ik ga lekker uitgebreid de onderwerpje bespreken. Wat is dat namelijk? Thumbnails. Je hebt het misschien wel gelezen in de thumbnail, want wat is dat eigenlijk, een thumbnail? En waarom heb ik het daarover? Dat ga ik dadelijk allemaal even uitleggen. Allereerst zal ik even uitleggen wat de thumbnails zijn. Dat zijn die plaatjes die je ziet als je bijna op een video hebt geklikt. Dus als je nog niet helemaal op een video hebt geklikt, maar als je er bijna op hebt geklikt. Bijvoorbeeld bij mij, als je gewoon geen partner bent of niks hebt gedaan, is gewoon een accountje aanmaakt, gewoon video's maakt, krijg je gewoon 3 plaatjes waar je uit kan kiezen. 3 thumbnails waar je uit kunt kiezen uit gewoon jouw gameplay, dus uit jouw video. Je kan ook gewoon, dat is gewoon een trick om te doen. Echt de helft van je video kan je erachter plaatsen alleen al als thumbnail. Ja, het is een beetje gewoon een plaatje die jij graag wil hebben als thumbnail. En dan heb je kans dat de laatste van de 3 die thumbnail is, waardoor je die dan in kan stellen. Ik niet, ik heb ervoor gezorgd dat die thumbnail kan instellen. En dat is wel fijn, want daar hebben jullie misschien wel gezien dat er in plaats van een plaatje met een PDW of met een ander wapen in het beeld, dat er in één keer gewoon
een plaatje van Kot Vrijdag met het onderwerp. En dat is dus in dit geval, Live Woensdag was ook al een onderwerp. En wat vind ik, ja, waarom ga ik het eigenlijk allemaal vertellen aan jullie? Omdat ik zelf het heel belangrijk vind dat je gewoon goede thumbnails moet hebben. Ik zie veel kanalen die nog geen 50 subscribers hebben en die al thumbnails hebben. Alleen, ja, dat faalt meestal echt super hard. Ik zelf vind die voor mij eigenlijk niet falen. Ja, het is eigenlijk niet eigen dunk of zo, maar gewoon mijn thumbnails vind ik gewoon goed eruit zien. Dat moet ook eigenlijk wel, want als je thumbnails er gewoon heel lelijk uitzien en je niet eens kan lezen, als er gewoon echt een lap tekst op staat, wat eigenlijk bijna niemand zou doen, maar als, stel, er zijn mensen die dat misschien wel doen, als er echt gewoon een lap tekst op staat, dan gaan mensen er al sowieso niet op klikken. Dan hebben ze geen zin om dat of die hele lap tekst te gaan lezen, of gewoon die video überhaupt te bekijken. Dus dat is dan gewoon iets minder. Maar thumbnails zijn er gewoon echt voor degene die graag meer video views hebben, willen hebben. En dat ben ik dus. Ik wil graag echt veel video views hebben. Dat motiveert mij echt super erg om gewoon lekker video's te kunnen maken. Lekker Black Ops 2 te kunnen spelen. Lekker League of Legends te kunnen spelen. Lekker Minecraft te kunnen spelen. Van alles. Misschien wel andere spellen die in de toekomst nog wel eens ooit op mijn kanaal zullen verschijnen. Medal of Honor Warfighter trouwens. Daar heb ik echt al weer een maandje niet meer gespeeld of zo. Dat is echt, dat is gewoon echt grappig. Want dat spel vond ik op het begin eigenlijk best wel goed uitzien. En zo. Maar als je nu kijkt, het spel is zo saai. Het verveelt zo snel. Want die Medal of Honor Warfighter gasten, die hebben gewoon echte militairen. Gewoon, die zijn daar door, volgens mij hebben die een boet gekregen. Diegene die daar hebben gezegd. Maar mensen die in de Special Forces zaten, die hebben dan dingen aan die gasten verteld. Die game makers van Medal of Honor Warfighter. En die hadden, die zijn er door ontslagen, wat ze allemaal verteld hebben van die geheimen die hun willen gebruiken voor de campaign. Maar de multiplayer van de Medal of Honor Warfighter valt gewoon echt ziek hard. Want je hebt maar iets van 6 à 8 maps. Je hebt nou een map pack en dan had je alleen als je Limited Edition had gekrocht. Ja, gepreorderd. Als je preorderd, kreeg je de Limited Edition. Dat heb ik in ieder geval. Ik zelf heb nog niet eens gekeken of ik die map pack heb gekregen. En ja, daar zaten gewoon 3 maps in, dacht ik, of 2. Maar dit spel verveelt super snel. Omdat de maps super groot zijn, waardoor je heel weinig mensen tegenkomt. Het echt super campy is, omdat er heel weinig stukjes zijn. Maar gewoon, het is heel moeilijk om te spelen. Als je iemand hit, ga je helemaal flinchen. Dan ga je echt helemaal bewegen en zo. Daar word je echt helemaal gek van. De geluiden word je helemaal gek van. Vooral als je headset / boxen, als je die gewoon echt op het allerhardste geluid zet, dan ben je echt gewoon, Dan sta je versteld van hoe hard dat geluid staat. En je killt gewoon iemand in 30 kogels. Dat is gewoon echt saai. Nou, in ieder geval hoop ik dat jullie weer een leuke commentary hebben beleefd. Om het zo te zeggen. Like de video. Ik zou echt super veel in vinden als we net zoveel likes kunnen krijgen als vorige week. Namelijk 28 is wel super veel, maar daar ben ik wel echt blij mee. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt en reageert op deze video. Of de wereld vergaat. En wat jij vindt van mijn thumbnails. GR is out.